kwaliteiten van de avond. En ik heb daarvoor mijn kaartjes meegebracht. En dames en heren, het is heel belangrijk dat jullie roepen, tieren, schreeuwen. Want deze mensen geven aan jullie dochter, kleinkind, noem maar op, punten vanavond. Dus telkens heel goed luisteren, stil en dan volle bak applaus. En dan mag ik vragen, ik zie jullie niet met de lichten, maar jullie zitten daar ongeveer tussen de camera's achteraan. Als ik jullie voorstel, ga dan eventjes gerust recht staan. En dan kijken we allemaal achteraan, of achter ons, of voor ons voor de mensen boven. En gaan we applaudisseren voor de mensen van de jury. We gaan beginnen met een super knappe dame, een van mijn favorieten. En Annick, je begint al te lachen. En zeker. Goed, we gaan beginnen met Annick Annemans, dames en heren. Annick is al jaren een van de trouwe partners van Miss Fashion. Annick heeft heel wat ervaring op internationaal vlak en weet als geen ander welke meisjes hoog zullen scoren op internationale podia. Vorig jaar besliste ze, dames en heren, op het gala ook om huidige Miss Fashion Olivia naar Miss Lumière te sturen, waar zij op haar beurt de verkiezing gewoonweg won. Misschien een applausje voor Olivia. Annick en de Miss Fashion organisatie bleken de voorbije jaren een winning team te zijn. En ook vanavond gaat Annick op zoek naar het geschikte meisje om België internationaal te vertegenwoordigen. Graag uw applaus, Annick. Sta gerust even recht. Annick Annemans. Nog schoon volk in onze jury, de volgende dame, Wendy Lux, is te herkennen aan haar weelderige haardos. Ja, inderdaad, straks zeker eens kijken. Wie aandachtig naar Shopping Queens keek op 5, heeft haar ongetwijfeld opgemerkt door haar uitzonderlijke klasse. Vanavond zetelt ze in de jury als communicatieverantwoordelijke van de Belgische Modefederatie. Een eer voor Miss Fashion dat de Modefederatie voor het derde jaar op rij een afgevaardigde wil sturen. Dank u wel daarvoor. Net als de afgelopen jaren brengt Wendy ook een prijzenpakket mee voor Miss Fashion. Met onder andere een exclusieve kaars van het merk Jody Low ter waarde van maar liefst €250. En een setje nachtkledij van Alice et Maman. Van 14 tot 20 oktober is het de week van de Belgische mode. En hier zullen Miss Fashion en Creamoda de handen in elkaar slaan. Dus hou die week zeker de Instagram van Miss Fashion in de gaten. Graag uw applaus voor de dame met de weelderige haardos, Wendy Lux. En het kan niet op van de knappe madame in onze jury, want de volgende is ook een heel schone madame, Livy van All Area Events. Een belangrijke dame in ons gezelschap. Een belangrijke dame in ons gezelschap hoor. Want Livy Goeleven van All Area Events is iemand die in de eventsector zit. Een all-round international entertainment en productie agency is dat. All Area Events werkt al jaren samen met Miss Fashion en komt vanavond actief scouten op zoek naar meisjes die van haar meteen een contract aangeboden krijgen om via All Area Events aan de slag te kunnen gaan bij hun agency als danseres, model of hostess. Huidig Miss Fashion Olivia reisde een jaar lang het land rond als model voor All Area Events. Livy houdt vanavond rekening met de natuurlijke uitstraling van de dames en biedt vanavond al enkele modellencontracten aan. Geef ze een applaus, Livy. Ze heeft trouwens een fantastische achternaam, een goed leven, dat wil iets zeggen, ik word daar vrolijk van. Goed, daar is hij dan, de eerste man in ons gezelschap, Jarne Balen. Iemand heeft duidelijk naar Love Island gekeken. Ja, inderdaad, goed. Wie afgelopen dus inderdaad Love Island heeft gekeken, heeft ongetwijfeld de romance tussen Lotte en Jarne op de voet gevolgd. En kans gekozen voor ofwel team Lotte of team Jarne. Wie koos voor team Jarne? Ik zal het dan erachterwege laten van Azzi. Maar vanavond zetelt hij in de jury met zijn ervaring als model. Ja, Jarne is ook model. Hij is al jaren model voor Dominique Models, grote naam trouwens. En heeft als model grote campagnes afgewerkt. En ik denk dat hij vanavond met plezier mee zal kiezen voor een nieuwe Miss Fashion. Een applaus, dames en heren, voor de knappe man daar, Jarne Balen. En we hebben er nog moeder trouwens met staan naar het toilet.
Ja, een stuk of twee, maar nog 20 juryleden. Goed, we gaan ermee verder zien. Onze partner Axel wordt vanavond vertegenwoordigd door Mark. Axel heeft deze zomer de finalistes op de voet gevolgd. Omdat een mis niet alleen over beauty, maar ook over brains moet beschikken, hebben ze de meisjes persoonlijk om kennis te maken. Hebben ze de meisjes persoonlijk gevolgd tijdens dit parcours. Ze werden door enkele finalisten thuis persoonlijk ontvangen in hun omgeving. Hoe organiseren ze zelf een event? Hoe vertegenwoordigen ze een merk? En hoe spreken ze de gasten toe? Heel belangrijk natuurlijk. Vanavond zullen zij ook een Miss Fashion Event kiezen. Een meisje dat in hun ogen perfect slaagde in deze opdracht. En een jaar lang samen met de nieuwe Miss Fashion het gezicht wordt van hun merk Axel. Graag uw applaus. We hebben er nog enkele, we zijn nog niet rond, maar weer een heel belangrijke madame. Madina Hamidi. Vanavond wordt een van de grootste toneelscholen in België, SINACT, vertegenwoordigd door model en actrice Madina Hamidi. Haar naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar u herkent haar vast wel van haar rol in Cordon. Of misschien las u haar boek Van Hel tot Hemel. Een autobiografische roman liever over haar vlucht van de Taliban. Enkele jaren terug stond Madina op de rode loper tijdens het filmfestival in Cannes en nu wil ze bij SINACT haar ervaring delen met jonge mensen die dromen van een acteercarrière. Ik dacht dat er wel enkele kandidaten tussen zaten al natuurlijk. We kunnen jullie vanavond al in primeur meegeven dat Miss Fashion 2020 een acteeropleiding gericht op tv en filmwerk krijgt ter waarde van €1700 door SINACT. Daar geef ik graag uw applaus voor Madina Hamidi. Jaar geleden, dames en heren, stond Amandine zelf nog op het podium als 14-jarige meid tijdens de finale van Young Miss Fashion. Vorig jaar vertegenwoordigde ze de Belgische trots op Team Face of Beauty International en haar grote kroon verraadt het al in de jury. Ook zij won de titel. Ook een applausje daarvoor. Ze weet als geen andere welke kwaliteiten nodig zijn om te winnen op een internationaal podium. En vorig weekend was ze ook aanwezig tijdens de jurygesprekken van de finalistes. Dus daar heeft ze van dichtbij kennis kunnen maken met al de dames. En ik heb horen vallen dat ze heel erg onder de indruk was ervan. Dus dat belooft voor de puntentelling straks tijdens de pauze. Maar nog graagmaals uw applaus voor Amandine Boogheel. En natuurlijk, men zegt wel eens, save the best for last, and last but not least. En ook in dit geval is dat zo. Want de schone blonde met het mooiste kroontje vanavond, die zit daar ook tussen. Huidig Miss Fashion Olivia Talaronic. Straks mag ze ons in detail vertellen hoe haar jaar is geweest. Maar een van de hoogtepunten was toch wel haar kroning tot Miss Lumière op die internationale verkiezing die haar net zei. Olivia, die neemt vanavond natuurlijk helaas afscheid van haar titel als Miss Fashion. Niet van Miss Fashion zelf natuurlijk, maar het zal een miss zijn om zeker nooit te vergeten. Ik was erbij vorig jaar. Het is een stralende, knappe, intelligente madame. Geef ze een applaus, Olivia Talaronic. Inderdaad, dat was een hele boterham, zoals ze zeggen. En we zijn rond met de voorstelling van de juryleden. Die gaan straks kiezen tijdens de pauze wie de nieuwe Miss Fashion 2020 zal worden. En jullie mogen ze allemaal roepen. Ik kom eens dichter in het midden. Hebben jullie een idee? Wie zal het worden, dames en heren? Ja.